Zoals bijvoorbeeld hier in het bos bij Ede. Deze bomen hebben naar aanleiding van de inspectie een extra jasje gekregen. Net als een mens dat in het voorjaar opeens in de zon verschijnt, kan de stam verbranden. En dat kan het eind van die beuk betekenen. En op deze manier beschermen we hem. Alsof we hem inderdaad een t-shirt hebben aangetrokken. En dan kan hij langzaam wennen aan de zon op zijn stam. En tegen de tijd dat de jute vergaan is, moet hij er tegen kunnen. In totaal worden er in Gelderland 300.000 tot 400.000 bomen geïnspecteerd door de provincie. Het gaat om bomen die vlak naast provinciale wegen staan. In principe wordt elke boom eens in de 3 jaar gecontroleerd. Tenzij hij een gevaar vormt of een ziekte heeft. Dan wordt de controle vaker uitgevoerd. Door op de boom te kloppen wordt onderzocht of er problemen zijn. Zitten de holtes in? Zien we paddenstoelen, zien we zwammen, zwammaantasting. Ja. Nou, in deze boom zien we zonnebrandschade. Je ziet dat de bast er dus echt afgebrand is. Maar bij deze hebben we de afweging gemaakt om hem niet in te pakken, omdat dit al de vrij oude schade al is. En de boom heeft het zelf al opgelost door de takken wat meer te laten hangen. Dus de boom doet zelf ook wel zijn best om de eigen te beschermen. Uiteindelijk dienen de controles één belangrijk doel. Voor de veiligheid, die boom hierachter. Als deze omvalt naar links of naar rechts en op de weg komt en er rijdt een auto, dat willen we niet hebben.